Michael, terug in Nederland. Lekker gevoel mag ik hopen, zeker met de Walkhorn. Ja, tuurlijk. Om zo op te lopen voor je eigen publiek geeft altijd heel veel voldoening. En daar krijg je veel vertrouwen van. En dat is natuurlijk altijd, geeft je gewoon een kick. En dat is ook heel belangrijk. Maar ook extra druk natuurlijk. Maakt altijd nog even iets moeilijker. Maar om dan een wedstrijd net als dit wel te winnen, waar je eigenlijk best wel veel problemen hebt, dat niet loopt zoals dat je wil, ja, dat geeft natuurlijk wel veel voldoening. Ja, wat je zegt, heel veel frustratie. Is dat omdat je die druk zo hoog legt voor jezelf, voor je eigen publiek ook nog? Ja, maar iedereen weet, ik ken mij een beetje. Iedereen weet wat ik van mezelf verlang, eis. En dat wil je dan waarmaken. En als je dat dan niet doet, dan ben ik de eerste die daar gewoon commentaar op heeft. Maar uiteindelijk, ik win die wedstrijd. Het had veel makkelijker kunnen, maar winnen is winnen. Winnen is winnen, zeker. Hey, heb je het ook nog te maken met, je komt natuurlijk uit Australië, de kalender is bijna overvol. De rustmomenten worden bijna ook wat minder? Overvol, ja, bijna overvol, die is gewoon overvol, snap je? Je moet gewoon je rustmomenten pakken, anders is het niet vol te houden. Vooral niet voor de Premier League spelers, denk ik. Maar daar is iedereen vrij om te staan wat hij wil. En net als, ik heb vorige week ben ik naar Disney geweest met mijn gezin. Had ik een fantastisch weekend. En ja, dan leidt daar een toernooi net als de Jena, de Eurotour ronde. Maar dat hoort er ook bij. En je moet gewoon je momenten pakken en pieken op de juiste momenten. Nou, we zien dat jij ook wel eens goed doet vakantie, want voor de matchplay ben je er ook even tussenuit geweest. En dat heeft wel heel veel goed gedaan. Is er een verschil of heb je daar toch wel heel veel... Ik ben niet zo bijgelovig, gelukkig. Maar natuurlijk geeft je een beetje energie. En af en toe moet je ook genieten van het leven. Je kunt wel altijd aan het werk zijn, altijd willen presteren, alles willen laten zien. Maar af en toe moet je ook gewoon even een stapje terug doen en gewoon genieten van wat je hebt gedaan. Hoe ga je het morgen aanpakken? Ervan uitgaan dat je er natuurlijk 3 potjes gaat spelen? Jazeker, ik weet eigenlijk niet eens tegen wie ik morgen moet. Weet jullie dat? Noppet of Kleed? Ja, ik kijk ernaar uit. Ik zeg gewoon, lange formaat, gewoon in je eigen land. Dat is natuurlijk al leuk om te spelen, maar ik moet morgen beter laten zien. En ik kijk gewoon uit. Michael, bedankt.